Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Deze video is op maandag geplaatst, vandaag dus. Dit komt omdat dit een Valentijnslook is. Ik in mijn planning niet echt rekening heb gehouden met Valentijn, waardoor ik dus afgelopen zaterdag al iets in de planning had staan en een video had gepland. En als ik hem nou pas morgen zou plaatsen, dan is het echt één dag voor Valentijn. En dat is wel, ja, dat heeft niet echt nut. Dus vandaar dat ik hem maandag plaats. De volgende video komt dan zaterdag, maar misschien dat ik nog een extra video plaats deze week, midden in de week. Maar dan mag je me niet aan houden, want dat is niet zeker. Maar misschien dat ik dat wel doe, want dat is wel leuk. Zoals ik al zei, is dit dus een Valentijnslook. Ik heb het geprobeerd best makkelijk en realistisch te houden, zodat je het ook oprecht kunt namaken. Niet allemaal met cut creases en al die zooi. En gewoon één oogschaduwpaletje, gewoon ja, wel full glam. En je hoeft niet per se na te maken, maar je kunt er ook een beetje gewoon inspiratie uit halen of wat je ook wilt. Want voor sommige mensen is dit nog steeds te veel en te moeilijk, dat snap ik. Maar je kunt er ook, ja, dus dan gewoon inspiratie uithalen. Er zijn natuurlijk ook mensen die geen Valentijn vieren, omdat ze geen vriend hebben, geen man hebben of het gewoon onzin vinden. Je kunt deze look natuurlijk ook gewoon bij andere dingen dragen, zoals bij feestjes of zo. Het is niet per se voor Valentijn. Ik vier ook geen Valentijn, ik heb geen man, geen vriend, niks. Dus er valt niks te vieren. Maar ik dacht, ja, het is toch wel leuk om gewoon een Valentijnslook te maken. Valentijn is maar één keer per jaar, dus hè, laten we het gewoon doen. Dus ben je benieuwd naar deze look? Blijf nou gewoon kijken. Nou, we gaan beginnen. Aangezien dit een make-up look is voor een speciale evenement, of hoe ik het ook moet noemen, voor een speciale dag, gaan we vandaag echt voor een hele mooie, perfecte full glam make-up look. Ik gebruik als primer eerst mijn Kiko Hydra Pro Glow. Ik ga vandaag twee primers gebruiken, want ja, zoals ik al zei is het vandaag wel echt een beetje een speciale dag dan. Ja, niet vandaag, maar dit is voor Valentijnsdag. En dit wat ik nou op doe is eigenlijk alleen puur om mijn gezicht te hydrateren, maar het maakt het niet mooi egaal. En ik wil het ook mooi egaal hebben. Dus dit is puur alleen voor hydratatie. Beetje gewoon als een dagcreme eigenlijk. En dan doe ik hier overheen nog mijn Smashbox Photo Finish Primer. Ik doe deze niet te veel op. Ik doe die eigenlijk alleen een beetje bij mijn neus en mijn voorhoofd en kin. Voor sommige mensen is dat veel, voor mij niet. En dit doet een beetje mijn poriën opvullen en alles egaal maken. Als foundation gebruik ik mijn Estée Lauder Double Wear in de kleur 3 en 2. Dit is nog steeds mijn go-to foundation. Als ik naar iets ga wat echt belangrijk is en ik er echt lang goed uit moet zien, dan is dit nog steeds mijn go-to foundation. Nou, ik ga voor het eerst mijn nieuwe Beauty Blender gebruiken. Ik heb het echt uitgesteld. Ik weet niet waarom, maar als hij nieuw is wil ik hem niet gebruiken. Maar er zal toch een dag moeten komen dat je hem gebruikt, hè? Anders heb ik hem voor niks. En waarom is dit nog steeds mijn go-to foundation bij speciale gelegenheden? Omdat de kleur perfect is. Hij is mat. Hij blijft gewoon lang zitten. Als het echt eenmaal op je gezicht zit, gaat hij ook echt nergens heen. En hij maakt het echt heel mooi egaal. Echt gewoon alsof je niks op hebt, maar je hebt wel iets op. Niet dat je het niet kunt zien, maar je snapt wel wat ik bedoel, toch? Oh, zo zonde. Oké, ik zit me dus net te bedenken dat ik eerst mijn ogen wilde doen. En dan pas mijn gezicht. Maar ik ga nou echt niet alles eraf halen, dus ik ga gewoon door. Als concealer gebruik ik mijn Catrice Liquid Camouflage Concealer in de kleur 020, light beige. Dit is een hele dekkende concealer, daarom vind ik hem zo fijn. Niet dat ik echt per se veel te bedekken heb, maar who cares. En dan met dezelfde beauty blender ga ik het gewoon inblenden. Ik doe altijd mijn foundation met de onderkant en dan met de punt mijn concealer. Want dan kan ik zo mooi hier zo bij het binnenste gedeelte bij mijn oog. En echt mensen, niks blendt iets zo goed in als een beauty blender. Geen enkele kwast, echt. En dan wel de echte beauty blender. Geen namaak, niet die van Real Techniek, geen andere. Tot nu toe is de beauty blender echt nog steeds de beste. Dus hij is echt €20 waard. Je voelt ook echt verschil. Ik heb ook gewoon hier een van Real Techniek en zo. Daarmee breng ik mijn poeders aan. Maar er is toch echt een verschil. Ze zijn nooit zo zacht en zo. Dan pak ik mijn NYX Contour Kit en met deze kleur ga ik mijn neus contouren. Ik pak eerst altijd een schuin afgesneden kwast. Deze is van Makeup Addiction. Dit is de highlighter, zo heet die. En dan ga ik eerst gewoon mijn neus de lijnen zetten met deze kwast. Hoe ik mijn neus contour is echt heel makkelijk. Zo, en dan ben ik klaar. Nee, grapje. En dan pak ik mijn Morphe M572 kwast en daarmee ga ik het uitblenden. En dit is in principe het enige wat ik doe. Voor de rest wordt er straks nog meer geblend met de bakingpoeder en zo. Pak ik mijn Beauty Bakery Translucent Powder en ga ik gewoon even baken. Hiermee heb ik dus mijn oude Beauty Blender die ik bij de video van net... Ik heb net een andere video gemaakt, heb ik deze gebruikt. Maar als jullie de video zien, snappen jullie waarom ik daarvoor mijn oude heb gebruikt. Die video komt zaterdag online. Echt, it's a hot mess. Siri denkt dat ik tegen haar praat. Mijn Siri is een vrouw, want ik heb er zo ingesteld. Normaal staat hij op een man, maar ik heb gedaan een vrouw. Ik weet niet waarom. Gewoon wat kan. Kijk, en door dan je beek zo aan te brengen, doe je je neus nog ietsje extra contouren. Dan pak ik mijn Amide oogschaduw primer en dan ga ik dat even aanbrengen op mijn hele oog. Ik ga nou even mijn beek eraf halen. Ik laat mijn beek nooit er echt heel lang op zitten. Ik weet dat sommige meiden het echt 5 minuten laten en zo. Ik ga eigenlijk bijna niet eens een minuut. Ik denk misschien een minuut. Meestal. Ik weet niet, ik heb daar nooit geduld voor en ik heb iets van ja, hoeft niet per se. Ik doe gelijk ook mijn oogprimer afpoederen. Dan is dat ook gewoon meteen gedaan. Dus het scheelt je allemaal weer tijd. Even wat Mac Fix Plus tussendoor. Ik heb de kleur roze. Ik doe dus altijd mijn Mac Fix Plus zo indrukken. Want dat heb ik gezien bij video's. Maar wat ik me dus afvraag is, ben ik nou niet wat ik nou erop heb gesprayed hiermee eraf aan het halen eigenlijk? Ik weet niet, druk ik het wel echt in of haal ik het er juist vanaf? Ik weet niet. Wat denken jullie? Ik heb echt het gevoel dat ik het er juist afhaal. Nou, ik gebruik weer één paletje vandaag. De Makeup Revolution Life on the Dancefloor Palette. Ik ben echt een groot voorstander van maar één paletje gebruiken. Ik haat het om 2, 3 paletjes te moeten gebruiken. Of allemaal losse oogschaduw. Ik hou gewoon van paletjes waar ik gewoon allemaal looks mee kan maken. Nou, ik ga vandaag wel voor een hele realistische ooglook. Normaal maak ik ook vaak cut creases en allemaal van die iets moeilijkere ooglooks. Maar ik wil het echt heel realistisch houden. Zodat jullie het oprecht na kunnen maken mocht je dat willen. Het hoeft natuurlijk niet alleen voor Valentijn. Je kunt het gewoon doen wanneer je wilt. Maar dat is dus een beetje de reden dat ik het een beetje makkelijk wil houden. Ik pak eerst deze kleur als transitiekleur. En dan met een grote fluffy kwast breng ik dit aan in mijn arcadeboog. En ik breng het meeste buiten aan. Ik ga niet te gek doen. Blijf wel, ga echt stap voor stap. Anders wordt het al heel snel een bende. Nog een reden dat ik dit een beetje makkelijk wil houden is omdat vaak meiden die niet vaak make-up op doen. Of gewoon niet veel of ja, of gewoon niet. Die willen toch ook al vaak bij zulke dagen toch wel een klein beetje make-up op doen of wat dan ook. En nou ja, die kunnen deze look dan denk ik ook wel gewoon namaken. Of ja, je kunt er tenminste een beetje inspiratie uithalen. Je hoeft het niet per se helemaal na te maken, helemaal perfect en precies. Want niet iedereen heeft ook dit paletje. Maar ja, je kunt er gewoon een beetje inspiratie uithalen. Dan pak ik deze kleur. Met een iets kleinere fluffy kwast. Deze is van de Hema. Mensen, de Hema heeft echt prima make-up kwasten. Dus als je die wilt, haal gewoon maar de Hema. Scheelt je ook lekker veel geld. Maar dit is mijn enige kwast van de Hema eigenlijk. Ik ben allemaal Hema aan het promoten terwijl ik maar één kwast heb. Maar ik wilde wel echt meer halen. Maar ik ben echt heel tevreden ermee. En ik zie best wel vaak mensen die gewoon tevreden ermee zijn. Dus ja, why not? De kwast van net was van Morphe. Was van een setje van hen. Wat ik nou aan het doen ben is eigenlijk een beetje meer diepte creëren. En het iets kleurrijker maken. En iets donkerder ook. En ik blijf me altijd richten op de buitenste ooghoek. Ik heb dit paletje ook gebruikt in mijn make-up bijwerken tips video. Daarmee heb ik een hele andere soort look gemaakt. Dus als je die wilt zien, klik even hier. En dan kun je ook een hele andere soort look zien met precies dit paletje. Dus mocht je dit paletje willen aanschaffen of je hebt hem al, dan heb je in ieder geval al 2 make-up looks waar je inspiratie uit kunt halen. Deze make-up look wordt iets donkerder en iets heftiger. En de make-up look van die video was iets meer licht en iets meer rozig. Dus ja, ik heb opties voor jullie. Met de allereerste kwast, ik heb niks meer erbij gedaan. Dit is gewoon wat er nog op zat. Ga ik het nog helemaal in elkaar blenden. Dan ga ik deze kleur en deze kleur mixen. Dus ik ga die en die door elkaar doen. En daarmee ga ik de ooghoeken iets donkerder maken. Ik mix best wel vaak kleuren. Omdat dan de ene kleur dan misschien iets te bruin is en de andere iets te rood. En dan wil ik gewoon een mix ervan. Dat is nou ook het geval volgens mij. Ja, ik vind die ene iets te donker. En die andere vind ik niet donker genoeg. Dus dan mix ik ze gewoon. En dan kun je zo gewoon je eigen kleur creëren. Dit is een kwast van Urban Decay. Die zat in de Urban Decay Heat Palette. Dus ik denk niet dat je die los kunt krijgen. Mocht je de Heat Palette hebben, dan heb je deze kwast ook. En dit is echt heel fijn. Deze kant is ook fijn. Je hebt dus 2 kanten. Maar ik gebruik eigenlijk meestal deze kant. En ik blijf weer in de buitenste ooghoek. En daarmee maak ik een beetje rondjes om het uit te blenden. En dan ga ik af en toe zo naar binnen. Maar niet te veel. Alleen met wat er nog een beetje op zit op de kwast. En mocht je dan misschien je ooghoek niet donker genoeg vinden, kun je altijd nog gewoon die donkere kleur pakken en het gewoon meer aanbrengen. En dit doe ik dan natuurlijk ook gewoon zo bij dit oog. Ik zie af en toe tutorials die dan al één oog hebben opgemaakt en dan nog de andere oog gaan doen. Ik kan dat niet. Weet je waarom? Voordat ik dit oog heb gedaan, ben ik het alweer vergeten. Dus ik kan niet onthouden wat ik allemaal precies heb gedaan. En dan kan ik het niet namaken. Is er nou iemand aan het boren hier? Ik weet niet. Volgens mij is er iemand aan het boren hier. Dus mocht je iets horen, het is een bor. Oh nee, ze is cake aan het maken. Mijn pleegzusje is beneden cake aan het maken. En je kunt dat horen. Ik pak weer even die eerste fluffy kwast. En ik ga het weer even uitblenden. Want ik vind het allemaal niet uitgeblend genoeg. Dus dan doen we daar gewoon even extra. Ik weet dat ik zeg dat ik het makkelijk hou. En dat sommige mensen zullen denken, maar dit is toch niet makkelijk. in principe is een cut crease en al die dingen veel moeilijker. Dus ja, dit is ik die het iets makkelijker houden. Maar ik wil het ook wel full glam houden. Maar zoals ik al zei, je hoeft natuurlijk niet precies na te maken. Maar ja, je kunt er gewoon inspiratie uithalen, toch? Dan pak ik weer deze kleur met mijn Hema kwast. Dit was ook de kleur die ik net had gepakt met mijn Hema kwast. Dan pak ik een klein beetje en dan ga ik het allemaal nog in elkaar uitblenden. Nog iets meer. Ik vind het gewoon niet genoeg geblend. Als je het gewoon niet genoeg geblend vindt, dan blend je gewoon meer. There's no such thing als te veel blenden. Al blend je een uur. Blend erop los. Het wordt nooit slechter. Of ja, het kan wel slechter worden. Maar gewoon niet te veel product gebruiken. Als je gewoon niet te veel product gebruikt, dit kost je misschien iets meer tijd, maar je komt er wel. Nou pak ik deze kleur. En die ga ik helemaal op mijn ooglid doen. Ik ga ook wat Mac Fix Plus op mijn kwastje sprayen om het wat heftiger te maken. Mensen vragen soms, doe je eerst Mac Fix Plus sprayen en dan de kleur pakken of andersom? Ik doe gewoon ja, een beetje allebei. Ik weet niet precies. Ik doe maar gewoon wat. Kijk hoe mooi die kleur is. Maar het is absoluut niet te... Vooral voor een date. Nou kijk, je hebt natuurlijk mannen die altijd zeggen van ja nee, ik vind vrouwen met make-up niet mooi, is allemaal te veel, dit, dat. Maar ik denk er altijd zo over na. Ik denk altijd van, jullie hebben het over vrouwen die te veel make-up opdoen en niet mooi opdoen, waardoor je kunt zien dat ze te veel make-up op hebben. You get me? Als je gewoon veel make-up goed opdoet, vinden hun het ook mooi, geloof me. Maar dat weten ze niet. Ik zeg altijd, ja, ik wil gewoon een vrouw die een beetje naturel is. Gewoon een beetje als Kim Kardashian. Dan denk ik echt, bruh. Bruh. Een beetje hoeveel make-up ze op heeft. Als mannen dat zeggen, weet ik altijd, ze hebben het gewoon over vrouwen die ja, gewoon hun make-up niet zo goed opdoen. En dan toch te veel gebruiken. En dat het ja, een beetje een mes wordt. Dat vinden wij vrouwen ook niet mooi. Iedereen moet gewoon oefenen, toch? En af en toe ontmoet je dan ook gewoon een vrouw die in dat oefenproces zit. Yo, ja. Maar ja, het gaat nooit goed. Ik heb ook af en toe make-up dagen dat ik echt denk van wat? Wat dacht ik toen ik me aan het opmaken was? Maar ja. Ja, tenminste, ik ben vaak slui om het eraf te halen. Ik zeg je eerlijk. Ik maak nou een soort van cut crease zonder een cut crease. You get me? En ik ga gewoon door tot een beetje over de donkere kleur. En dan wat ik altijd doe is pak ik weer deze kwast. En dan ga ik het een beetje in, hier in elkaar blenden. En that's it eigenlijk. Zien jullie dit? Dan heb je een soort van cut crease, maar je hebt geen cut crease. En dit doe ik dan natuurlijk ook bij dit oog. Weet je wat het is? Ik heb ook vaak meiden die mij een berichtje sturen van hey Saar, ik draag nooit make-up of bijna nooit. Maar ik vind het toch wel leuk om naar je video's te kijken. Ik vind het altijd echt super lief en super leuk. Sommige vrouwen vinden het gewoon niet leuk om zich op te maken. Maar vinden het wel leuk om naar anderen te kijken die zich opmaken. Of ja, ze vinden dat gewoon leuk. You're also welcome. Iedereen is welkom. Ik heb gewoon zo'n gezicht, al zeg ik het zelf, die gewoon wel een beetje make-up kan gebruiken. Niet dat ik mezelf lelijk vind zonder make-up. Echt absoluut niet. Anders had ik ook geen YouTube gedaan, want ik ben vaak genoeg zonder make-up in beeld. Maar ja, ik heb wel zo'n gezicht die je mooi kunt opmaken. Maar sommige meiden echt, die hebben van nature zo'n mooie babyface hebben ze vaak. Oh, dat is echt zo mooi. Maar nogmaals, ik vind absoluut niet dat ik make-up nodig heb. Ik zou best gewoon zonder make-up over straat kunnen. Vooral omdat ik geen huidproblemen heb. I don't care. Ik ga zo vaak zonder make-up naar buiten. Ik ben echt niet onzeker of zo. Maar ja, dat denken mensen vaak dus wel. Dat als je opmaakt je onzeker bent. Nou echt totaal niet. Anders was ik ook echt niet op YouTube gegaan, you know. Dan vind ik het op zich wel goed zo. Zal ik een wing maken of niet? Nee hè? Ik ga geen wing maken. Ik doe echt alsof jullie nou hebben gezegd nee. Ik gebruik mijn Essence waterproof pen eyeliner om gewoon een zwarte streep te maken. Of ik ga het gewoon met oogschaduw doen. Ja, ik denk dat ik het gewoon met oogschaduw ga doen. Dan is het toch iets softer. Ja, dat ga ik doen. Er zit hier alleen geen zwarte oogschaduw. Ik pak even mijn Cacao Blend Palette. En dan pak ik deze kleur. Dit is een hele donkere bruin. Dus ook niet echt zwart. Maar ja, ik vind zwart toch iets te hard voor deze look. Dus we gaan gewoon voor bruin. En dan pak ik deze schuin afgesneden kwast. Dit is ook van Makeup Addiction. De liner heet die. En dan weer wat Mac Fix Plus. Mac Fix Plus kan ook voor matte kleuren. Hè? Mensen denken vaak dat het bij matte kleuren niet kan. Bij matte kleuren kan het ook. En ik ga dan gewoon zo een lijntje aanbrengen. Ik doe dit echt nooit. Weet jullie dat? Ja, als je mijn video's kijkt, weet je dat wel. Zo, nou ook bij dit oog. Hij is iets dikker geworden dan dat ik wou. Maar oké. Okay. En dan met deze platte kwast. Dit is van Elf Cosmetics. De Smudge Brush. Ga ik het een beetje uit smudgen. Ze weet ook de brush. Smudge Brush is om het smudgen. Dus dan ga ik de lijn gewoon iets minder hard maken. Zo, nou is het een beetje uitgesmudged. Als mascara gebruik ik deze van de Kiko. Dit is de Stand Out Volume Mascara. Zo, dat wist ik gewoon uit mijn hoofd. Ik had niet eens gelezen welke mascara dit was. Dat kon ik gewoon zo uit mijn duim zuigen. Ik kan echt heel plat Brabants praten. In mijn video's doe ik dat natuurlijk niet. Als ik normaal praat doe ik dat ook niet. Maar ik kan echt heel plat praten. Het is echt heel lelijk. Ik ga wel voor heftige wimpers. Jullie hoeven dat natuurlijk niet te doen, maar ik hou daar gewoon echt van. Dit zijn de A12 van de AliExpress. Ze zijn wat dikker naar buiten. Dat vind ik heel flirty, dus heel sexy. Dus die ga ik even opdoen en dan kom ik zo terug. Nou, mijn wimpers zitten erop. Dan ga ik onder mijn ogen nog oogschaduw aanbrengen. Ik mix weer deze twee kleuren. Dit zijn dezelfde twee kleuren die ik in mijn buitenste oog heb gebruikt. En die ga ik gewoon onder mijn oog smutsen. En dan pak ik mijn Kiko mascara van de Arte collectie. Ja, ik gebruik twee mascara's. Want deze is zo klein en die is fijn voor de onderste wimpers. I'm extra like that. En als zwart oogpotlood gebruik ik de Kiko Everlasting Oogpotlood. Ik zeg zomaar Everlasting. Dit is de Lasting Precision Eyeliner. Ik zeg zomaar Everlasting. Ik liep gewoon. Deze doe ik in mijn waterlijn. Dus zo zwart in je waterlijn is echt ideaal voor een date. Want ik heb hier een hele theorie achter bedacht. Als je dus zwart doet in je waterlijn, kom je iets sensueler en mysterieuzer over. Dus je bent iets mysterieuzer. Dus dat maakt je iets spannender of zo. Ik weet niet waar ik dit vandaan haal. Dan pak ik mijn NYX Contour Palette in deze kleur weer om mijn gezicht te contouren. Ik wilde eigenlijk ook gaan cream contouren vandaag. Maar ik besef me net dat ik dat dus ben vergeten. En nou is dat te laat. Want ik heb al poeder op en zo. En je kunt geen poeder doen, geen cream doen op poeder. Dus ja. Maar ja, het hoeft niet per se. Zo kun je ook gewoon contouren. Als bronzer mijn Benefit Hoola Bronzer. Ik zal eens een keer een andere bronzer gebruiken, mensen. Voor de video van aankomende zaterdag gebruik ik wel een andere bronzer. Misschien leuk om te weten. Onderkin wegwerken. En als blush gebruik ik mijn Benefit Galifornia Blush. Deze blush is zo mooi en niet overdreven. Het is gewoon een mooi natuurlijk kleurtje. Dan pak ik weer mijn poeder om het hieronder strak te maken. Als highlight gebruik ik mijn Anastasia Beverly Hills Sundipped Glow Kit. Favoriete highlighter en ik gebruik deze, Summer. Echt sinds ik dit paletje heb, obsessed. Ik gebruik deze kleur echt bijna alleen maar. Ik doe hem ook op mijn neus. En dan pak ik de kleur Moonstone. Die is iets meer roze. En die doe ik in mijn binnenste ooghoek. Ik doe die highlighter ook een beetje onder mijn wenkbrauw trouwens. De kleur Summer. En een beetje bij mijn voorhoofd. Dan kan de blik er gewoon weer af. Voor de lippen gaan we natuurlijk voor rood. Echt, er is niks toepasselijker voor Valentijn dan rood. Ik gebruik mijn Kiko Lip Liner in de kleur 305. Het is een iets donkerdere rood. Ik doe ook mijn lippen contouren. Dat doe je door van die strepen te zetten. Nou lijkt je lippen wat dikker. Als lippotlood gebruik ik de Rimmel London Kate Lipstick. En dit is de kleur 107. Dit is een beetje een wat donkerder rood. Hij is al bijna op. Ik heb hem vaak gebruikt. Kijk hoe mooi je lippen echt de look afmaken. Ik hou van rood. Als fixing spray gebruik ik mijn NYX Mat Finishing Spray. En dan is het klaar. Nou, dit was dan de look. Je kunt ermee doen wat je wilt. Je kunt het precies namaken. Je kunt er inspiratie uit halen. Wat jij wilt. Je kunt er ook gewoon naar kijken. Mooi vinden en er niks mee doen. Dat doe ik vaak als ik make-up video's kijk. Ik bekijk gewoon en doe er verder niks mee. Ik vond het wel heel leuk om te maken. En ja, meer heb ik niet te zeggen. Vergeet niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. I really appreciate that. Laat ook een leuke reactie achter van wat je vond van de video. En dan hoop ik jullie snel te zien bij mijn volgende video. Doeg!